Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn video. Mijn naam is Dede. Ik ben donderdag en vrijdag op de tuin geweest. En donderdag heb ik dit gefilmd op de tuin. Wij hebben op het moment problemen met een deel van de knoflook. Het filmen van de week al op dat sommige knoflooken hier dat extra groen beginnen te vormen. Wat tussen de gewone bladeren uitkomt. En ik was aan het vermoeden dat de bollen aan het uitlopen zijn. In plaats van een bol aan het vormen zijn, dat ze aan het uitlopen zijn. En dat is dus ook het geval. Nou zijn de meeste nog wel prima. Ik heb ook een heel groot deel van de knoflook wat hier geen last van heeft. Ik volg al heel lang homesteaders. Ik heb al heel veel YouTube video's gekeken over knoflook kweken. We hebben ook al 4 jaar, dit is het 5e jaar dat we knoflook in de grond hebben staan. Eigenlijk altijd succesvolle oogst. En ik heb geen idee wat dit veroorzaakt. Mocht je het weten, laat het me dan even weten. Want ik ben echt heel benieuwd. Wij hebben voor nu besloten om ze eruit te halen. Ook al zijn het kleine bollen. De meeste tenen zijn van binnen nog wel gewoon helemaal goed. Ja, die ene dan die ik net liet zien, die hebben we waarschijnlijk niet veel meer aan. Maar de rest is wel helemaal goed. En ik heb gisteren al een aantal meegenomen. Eigenlijk gewoon omdat ik verse knoflook mee wilde. Omdat we thuis niks meer hadden. En het zijn kleine tenen, maar wel gewoon helemaal prima. Dus ik ga degene met dit groen, met dat gekke groen ertussen, ga ik eruit halen. En dat ga ik thuis verwerken. Want die ga ik de vriezer in doen, zodat we in ieder geval wel kunnen genieten van iets waar we al heel lang op moeten wachten. Ze hadden ook gewoon nog echt minstens een maand in de grond moeten zitten. Misschien nog wel langer dan een maand. Eigenlijk gewoon nog langer dan een maand. Dus... Ja, dat is heel even een knoflook updateje tussendoor. Dit. Mijn camera deed even raar. Die maakt dus zoals dit bloemen. En in principe moet je die bloem eruit halen. Dat had ik dus ook gedaan. Maar eigenlijk bij alle planten waar ik de bloemen eruit heb gehaald die al bloemen hadden. Die hebben die gekke groei. Die hebben die gekke extra soort van grassprieten. En als ik ze dus openmaak dan... Is een groot deel uitgelopen. Heel veel bollen zijn nog wel goed. Ik zit te twijfelen of ik de bollen die dit niet hebben eruit moet gaan halen. Ik weet eerlijk gezegd niet waardoor het komt. We hebben meerdere opties. Misschien wisseling in temperatuur. Misschien had ik ze gewoon al moeten oogsten. Maar ja, er zijn ook heel veel verschillende meningen over knoflookoogsten. Sommige mensen zeggen wachten tot de onderste twee bladeren zijn afgestorven. Nou, in dit geval zijn die inderdaad, dit was een blad en dat was een blad. Die zijn afgestorven, dus misschien is het een indicatie van dat ik te laat heb geoogst. Maar eigenlijk hadden ze gewoon nog zeker een maand in de grond moeten staan. Nou is dit een ras waarvan ik niet weet wat voor ras het is. Het zijn bollen die wij kopen bij de groenteboer. Of een paar jaar geleden gekocht hebben bij de groenteboer. Die we erg lekker vinden en waarvan ik dus eigenlijk ieder jaar van mijn eigen oogst weer de grootste bollen bewaar en die uitplant. Dus ja, we weten niet. Misschien komt het uit Spanje, Italië, China. Geen idee waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dus misschien dat het iets heeft te maken met schommeling in de temperaturen. We hebben natuurlijk vroeg in het jaar werd het ineens warm, toen weer koud en ja, nu gewoon wel weer redelijk warm. Ik ga jullie even laten zien hoe deze er van binnen uitzien. En wat ik ermee ga doen, want ik ga alles pellen, dat ga ik straks lekker in het zonnetje in mijn achtertuin doen. Met een luisterboekje op, want het is een behoorlijke mand. Dat ga ik jullie laten zien. Het is aardig wat knoflook en gelukkig, er zitten best wel forse bollen tussen. Er zitten ook, nou, dit was die ene die dan een paar keer wilde, dus er zitten ook kleinere bolletjes tussen. Ja, ik wil hiermee voorkomen dat ik mijn hele knoflookoogst kwijtraak. Ik denk dat als ik dit laat gaan, dat ze allemaal gaan uitlopen, gaan splitten. En dan hebben we er helemaal niks meer aan. Nu kan ik het nog redden voor de vriezer. Maar het gaat wel even een klusje worden om het allemaal de vriezer in te krijgen. Dat wordt wel een dingetje. Maar daar ga ik zo aan beginnen. En ja, mocht jij weten hoe dit komt, of het te laat geoogst is, wisseling in temperatuurverschillen, iemand heeft gezegd, wisseling in water geven. Nou moet ik zeggen, we hebben niet heel veel water gegeven. We hebben buien tussendoor gehad, dus ik zag de noodzaak niet. We hebben afgelopen week een beetje water gegeven. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik ga jullie laten zien hoe ik dit verwerk om mijn oogst te redden. En ja, jullie om hulp vragen, want ik weet dit echt niet. Zoals ik zei, ik weet het nodige over knoflook kweken. Nou, dit staat niet in mijn knoflook kweekwoordenboek. Ik weet het niet.
Oké, deze doen we even snel. Is het goed in beeld? Ja, het is goed in beeld. Op het moment dat ik dus de stengel afpel, en dit is ook een reden dat ik denk dat ik ze misschien al had moeten oogsten. Aan de buitenkant heb je al dit vlies. En dan aan de binnenkant zit al dit vlies. En als ik ze er nu uithaal, droogt dat waarschijnlijk. En dan heb je een mooie dikke schil. Maar ja, normaal gesproken zou dat in de rond moeten gebeuren. Maar goed. Normaal andere jaren hebben we ook meerdere rassen. Dit jaar hadden we alleen deze. Normaal hebben we, dit is een hardnek die dan zeg maar die bloemen maakt. Maar normaal koop ik er ook nog een softnek bij. Maar dat had ik vorig jaar dus niet gedaan, want het staat al sinds oktober in de grond. Kijk, als ik het afpel, dan hebben we dus dit. En al die teentjes zijn aan het uitlopen. Nou, het voordeel is wel dat groen is ook eetbaar, dus dat ga ik apart invriezen. Ik ga het gewoon afsnijden. Je ziet hier in het midden er allemaal. Dit is de stengel, wat vanaf het eerste teentje, je plant een teentje knoflook in de grond en dan krijg je een, die gaat uitlopen en dan krijg je dus die knoflookbol. En dit is de binnenkant van die stengel en daaromheen zitten dus al die teentjes knoflook. Die dus allemaal aan het uitlopen zijn. Goed, ik ga jullie op een supersnelle timelapse zetten. Dan ga ik dit buiten in mijn achtertuin met een luisterboekje op lekker verwerken. Het zonnetje schijnt. Er is iemand gras aan het maaien. Dus ik doe lekker mijn luisterboekje op en ik ga dit de vriezer inwerken. Goed, dat viel reuze mee. Half uurtje ongeveer. Ik ga dit binnen afwassen. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk de opbrengst ook wel verbazingwekkend vind. Dus we verhuizen weer naar de keuken. Het valt me reuze mee. Ik moet zeggen, er zitten hele kleine tenen tussen, maar er zitten ook dit soort tenen tussen. Nou, dat is eigenlijk best wel prima. Mijn huis is op het moment een bende. Ik ben eigenlijk de hele week op de tuin bezig geweest. Dat wordt een andere video. Ik ga dit nog even afwassen, want er zit best nog wel wat aarde tussen. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik het invries. Dat doe ik wel vaker door het invries, zodat je losse tentjes kan pakken uit de vriezer. Een hydrofieldoek. Daar heb ik er genoeg van. En het valt me niet tegen. Er zitten hele kleine teentjes tussen. Nou, er zitten toch ook wel. Oh, dit is een dubbele. Maar ja, er zitten toch ook wel wat grotere tenen tussen. Dus hier kunnen we in ieder geval wel even mee vooruit. Ik ga die stelen ga ik ook nog wassen. En dan ga ik mijn bakplaat met bakpapier. En dan ga ik ze daar los op doen. Zodat ze mooi stuk voor stuk kunnen bevriezen. En dan doe ik het daarna over in een zipzak, zodat we gewoon een zak hebben waar we knoflook uit kunnen halen. Een heel groot voordeel is dat we geen teentjes knoflook meer hoeven te pellen, want dat heb ik al gedaan. Ja, ook knoflook ingevroren en dat was een beetje dat was gedroogde knoflook die in het voorjaar begon uit te lopen en die hebben toen ook op een bakplaat, dan vriezen ze allemaal een beetje los in en als je het dan later op het moment dat het bevroren is gewoon overdoet in een zipzak, dan heb je losse teentjes knoflook die je er makkelijk uit de vriezer kan pakken. Het is heel snel ontdooid uit de vriezer.
Dus dan heb je gepelde knoflook in de vriezer. Ik ga deze in de vriezer zetten. Inmiddels een dagje verder en alle knoflook is mooi bevroren. Ik ga ze in een zipzak in de vriezer doen. En ik heb in ieder geval voor de komende tijd genoeg knoflook in de vriezer. De stelen ga ik zo nog even invriezen, want die liggen hier nog in iedere vieldoek. Die heb ik vannacht wel in de koelkast bewaard. Dus die gaan nog de vriezer in. En ja, dan was dit het voor deze video. Ik had liever een hoe droog je knoflook video en hoe vleg je knoflook. Want dat vind ik ook altijd leuk, een knoflookvlecht hier aan mijn koelkastdeur te hebben hangen. Maar goed, het is dit jaar wat het is. Ik ben hier in ieder geval super blij mee. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Geef me dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal en dan wens ik je voor nu een hele mooie en een hele fijne dag. En tot de volgende video. Doei doei!